Een leescrisis onder Nederlandse jongeren baart taalexperts grote zorgen. Basisscholen bevestigen het beeld van toenemende laaggeletterdheid die met de schoolsluitingen tijdens de coronacrisis alleen maar nog groter is geworden. Willemijn van Brenk was docent Nederlands tot februari dit jaar, maar verliet het onderwijs uit onvrede over het systeem en praat ons bij over de problemen in het onderwijs. Willemijn, welkom. Dank je wel. Misschien kun je eerst even kort wat vertellen over jezelf. Ja, ik ben Willemijn van Brenk dus inderdaad. En ik heb lesgegeven. 5 jaar lang zelfstandig voor de klas gestaan. Heb ik met heel veel plezier gedaan. Maar ik heb voornamelijk genoten van het echte contact met de leerlingen. En dus meer het coachen en begeleiden. Meer het mentoraat. Als ik kijk naar de les in Nederlands, hartstikke leuk. Ik denk dat ik daar ook niet het goede voorbeeld in was. Want ik was een van de jongeren die niet heel graag las. Dus ik begrijp de kinderen wat dat betreft heel erg goed. En ja, er kan in het onderwijs wel heel veel nog aangepast worden, veranderd worden. Of zelfs helemaal opnieuw opgericht worden. Ja, nou is er een recent artikel van nu.nl. Dat gaat dan misschien ook wel stiekem een beetje over jou. Ja. Misschien kunnen we hem even in beeld brengen. En dan lees ik hem voor. Leescrisis onder Nederlandse jeugd baart taalexperts grote zorgen. Is dit herkenbaar in het onderwijs? Wat heb jij dat ook zo ervaren? Ja. Ik heb bij mijn leerlingen heel erg ervaren de afgelopen jaren. Maar ikzelf dus, als puber ook. En waar ik achter ben gekomen, dat heb ik zelf heel erg ervaren. En dat heb ik bij de kinderen even gepeld in die tijd dat ik les gaf. Is dat vooral het moetje, hè? Het moeten lezen, dat ze dat niet heel erg prettig vinden. En als ik iets in deze tijd heel erg kan begrijpen, is dat iets moeten, dat ik dat ook niet heel erg prettig vind. Dus als dit op een andere manier ingericht zou kunnen worden op school, denk ik dat het leesplezier wel weer wat kan oplaaien. Als je kijkt naar de jongeren van vroeger, jaren geleden, hè, die lazen wel liever. En mijn leesplezier is nu als volwassene wel weer teruggekeerd. Dus dan gebeurt er toch wel iets op de scholen, waardoor de kinderen zeggen, nee, weet je, als het moet op die manier, dan wil ik het niet. Ja, een beetje tegendraads of rebels. Ja, dat denk ik. Ja. Komt het ook niet door die apparaatjes en zo? Ik bedoel, ik kan het bij mezelf al. De apparaatjes, de iPhones en de iPads. Ja, maar ook omdat eigenlijk word je geconditioneerd om een steeds lagere aandachtspannen. Dus het is steeds tik, 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 tik. En voor een boek moet je tenminste ook nog even fysiek gaan zitten en een moment nemen. Terwijl aan de andere kant, kinderen blijven toch wel lezen. Ik bedoel, dat zeiden ze in de jaren 90 ook. Toen kwam Harry Potter en dat is het best verkochte boek sinds de Bijbel geworden ongeveer. Daar gingen alle kinderen gingen daarin mee. Ik denk dat daar de fantasie ook optimaal weer in aangesproken wordt. Hè? Want als ze aangeven ergens moeite mee te hebben, dan is het zich een beeld ergens bij vormen. Omdat zij natuurlijk door alle technologie, telefoontjes, iPads, computers, ja, ze krijgen het voorgeschoteld. Het wordt al gevisualiseerd voor ze. En op het moment dat je gaat lezen en je moet je eigen belevingswereld weer laten spreken, dat vinden ze kennelijk toch wel heel erg moeilijk om dan inderdaad die spanningsboog maar te houden. Hè? Ja, dus dat is heel herkenbaar. Ja. Of vinden ze het gewoon moeilijker, ook door het moderne onderwijs. Het is eigenlijk alleen maar inderdaad wat je ook zegt. Het wordt alleen maar opgelegd als een soort voedsel feed for the brain. In plaats van dat ze worden gestimuleerd om ook zich weer in te spannen. Eigenlijk, en net als wanneer je achter de tv zit of een computer. Het komt alleen maar op je af. Je hebt niet een actief beroep gedaan op je eigen verbeeldingswereld. Wat je wel moet doen. Je moet even een beetje moeite doen voor lezen. Je moet even de tijd nemen, de concentratie. En dan gaat zo'n boek ook wel voor je leven en krijg je eigen belevingswereld. Maar als je alleen maar poef, poef, poef. Ik zie het bij kinderen waar ik regelmatig mee in aanraking kom. Dat is alleen maar flop, flop, flop. En ja, dan kom je ook nooit meer tot leren. En dan kan ik me ook voorstellen dat je ook geen zin meer hebt in een boek. Dan zie je alleen maar zo'n papier. En dit wordt op school natuurlijk heel veel al gedaan. Hè? Want ik kom van een school waar ook gewoon digitaal onderwijs was. En vooral corona heeft daar natuurlijk ook wel aan bijgedragen. Het online lesgeven. Dus ja, het wordt op die manier dichtgetimmerd. Wat ik ook merk is dat de kaders er echt heel duidelijk zijn. Van hier binnen mag jij kiezen en verder niet. En het aanbod wordt daardoor kleiner. Kinderen mogen wel kritisch zijn en keuzes maken. Als het maar binnen dat vormpje is. En dat geldt dus ook met de boeken. Hier heb je een lijst, kies daar maar uit. Maar wat als die boeken je niet aanspreken? Weet je, zoiets moet wel met je resoneren. Wil je erin willen duiken? Ja. Je benoemde net ook corona even tussen neus en lippen door. En dat je denkt dat dat ook nog invloed heeft. Er is onderzoek gedaan door Oxford. Ze hebben onderzocht wat de coronamaatregelen nou voor impact hebben op het onderwijs. Hier zien we daar een publicatie van. Maar niet alleen, niet alleen door Oxford wordt daar onderzoek in gedaan. Ook door UvA hier in Nederland. We hebben die dame ook gesproken, dus laten we heel even gaan kijken. Dit is een oud fragment.
elke leerling met een positieve zelftest volgt het onderwijs meteen weer vanaf huis. Bij 3 leerlingen of meer met een positieve zelftest moet de hele klas terug naar het thuisonderwijs. Minimaal 32 scholen sloten om deze reden vorige week hun deuren. Volgens universitair docent Sarah Geven is het niet zonder gevolgen. Binnen de Universiteit van Amsterdam doet ze onderzoek naar ongelijkheid binnen het onderwijs en volgt ze de onderzoeken van de universiteiten van Maastricht en Oxford omtrent de effecten van maatregelen op de voet. Nou, wat we eigenlijk onderwijstechnisch zien is dat de onderwijsgroei die leerlingen normaal gesproken meemaken als ze op school zitten, dat die gewoon minder is. En dit is vooral zo wat betreft rekenen en begrijpend lezen. En dit zijn slechts gemiddelde resultaten uit de samenleving. Bepaalde groepen hebben het nog zwaarder. Sommige gezinnen hebben te weinig geld om goede investeringen te kunnen doen, zoals het aanschaffen van laptops en een goede internetverbinding. Andere gezinnen hebben soms een te kleine woning voor hun kinderen om les te kunnen volgen, terwijl hun ouders ook thuis moeten werken. Allerlei factoren dus, waarbij kinderen minder gemotiveerd zijn en aangespoord worden om aan hun school te kunnen werken en resultaten te kunnen halen. Het is echt wel een probleem wat je nu ziet, dat soms al hele klassen naar huis moeten worden gestuurd omdat er 3 leerlingen ziek zijn en dat er ook nog eens enorme verschillen tussen scholen komen. Ook wat betreft ongelijkheid is dit natuurlijk problematisch, dat straks aan het einde van het schooljaar op de ene school veel meer fysiek is onderwezen dan op de andere school. Ja, het interview was in januari. Jij bent in februari gestopt, ja. Uit het onderwijs gestapt. Hoe kijk jij terug hierop, op schoolsluiting en het effect daarvan op prestaties? Ja, effect is gigantisch. Het is echt, het heeft wel eens een weerslag gehad op de kinderen. En dat hangt van diverse factoren af. Ik hoor in de video verschillende dingen. Want ze hebben het inderdaad over de middelen die je thuis hebt. Dus bijvoorbeeld, heb je een apparaat om ook digitaal te kunnen werken? Kan de docent je thuis bereiken? Nou ja, ik heb lesgegeven op een school waar alle kinderen een device hadden, hè, een apparaat. Dus die kinderen konden dat thuis volgen. Maar er zijn genoeg scholen waar dat gewoon niet aan de orde was. Dus die kinderen kregen of pakketjes mee naar huis, of er werden nog laptops, iPads geregeld. Dat is best wel een gehannes geweest. Maar ik hoor ook over met hoeveel mensen je thuis bent, wat de situatie is. Ja, er zijn gewoon diverse kinderen geweest die aangaven van, ja, wij redden ons thuis gewoon niet. Hè. Ouders die hebben ook gevraagd, mogen de kinderen dan op school les geven? Dus het is best wel een alleen al bij mij op school een gehannes geweest. Om dan ook nog maar de lesstof binnen dat vormpje te gaan passen. Hè? En ik vond het best goed te doen, want ik weet daar me wel mee te redden. Maar ja, er zijn toch wel behoorlijk wat eisen gesteld nog aan de kinderen in die tijd. Terwijl mijns inziens wel gewoon aan de orde is dat je op dat moment daar ook rekening mee houdt. Weet je wat ik ook zeer opmerkelijk vond? En ik spreek dan over universitair onderwijs, maar toen de maatregelen min of meer kwamen te vervallen in januari, februari, kwamen er nog slechts, ik dacht, 5% van de studenten opdagen. In de laatste... Dus ik bleef meer weg. En dat probleem was veel breder dan alleen maar in universitair onderwijs. Het was bijvoorbeeld ook zo dat ook op het werk mensen verkozen om thuis te blijven werken. Of dat de cultuursector enorm veel minder bezocht werd. Ja. Dus je zag een soort veralgemeende remming. Bij mensen om zich terug naar de ander toe te bewegen en zich terug in de sociale ruimte te bewegen. En ik denk dat is echt iets zeer typisch. En dat is het soort psychische proces dat zich afgespeeld heeft tijdens de coronacrisis. En dat ik als massavorming heb aangeduid, zorgt er inderdaad voor dat alle sociale banden tussen mensen absoluut verarmen. De energie wordt eruit weggetrokken en wordt allemaal geïnjecteerd in de band tussen een individu en tussen de groep, het collectief. En vandaar dat mensen niet meer naar elkaar toegetrokken worden. En dat ze dus die noodzakelijke energie die je nodig hebt om de stap naar de ander te zetten en de voldoening van het contact met de ander te ervaren, niet meer konden opbrengen. En thuis bleven en daar uit eenzaamheid nog depressiever en nog angstiger werden. Ja. Dus dat is een zeer breed onderschat probleem. Het zou veel meer onder de aandacht moeten gebracht worden. Ja, en zo kom je natuurlijk ook in een neerwaartse spiraal terecht. Absoluut. Ja. We hadden in het kader van Horen en Wederhoor ook nog een reactie gevraagd van de onderwijsinspectie. Laten we heel even gaan kijken wat ze hierover te zeggen hadden. Afname basisvaardigheden en toename kansongelijkheid is al jaren zichtbaar. Schoolsluitingen door corona hebben ook effect gehad, zeker bij kwetsbare gezinnen. De sleutel ligt in het investeren van kwaliteit in onderwijs. Zweden en Ierland hebben dit al gedaan en zijn terug in Europese top. Een dooddoener. Ja, investeren in kwaliteit. Ja, wie wil dat niet? Maar ja. Hoe en wat dan? Ja, wat is dat dan? Ja, dus zo'n open deur. Ja.
Hoe sta jij hierin, Willemijn? Ja, wat is kwaliteit? Kijk, ik heb inmiddels een andere visie gekregen omtrent het onderwijs. Hè, want het systeem waar ik in zat, heb ik niet als prettig ervaren. Wat ik zie is dat voornamelijk, wat ik zei over de kaders... Hè, dat je daar als kind al direct ingepropt wordt. En ieder kind moet op hetzelfde moment hetzelfde trucje doen. Dat werkt niet zo. Wij als mensen hebben allemaal een ander pad. En we ontwikkelen ons ook anders. Maar we vragen van de kinderen altijd wel hetzelfde. En ik heb dus gezien dat inderdaad heel wat scholen zeggen van... goh, we willen ons wel heel graag ontwikkelen. We weten niet meer hoe. Nou, sommigen gaan voortborduren op het oude. En die willen het steeds verbeteren. Waardoor je als het ware een beetje in een fuik loopt. Er zijn ook mensen die aangaven van... hey, het is aan ons om een nieuwe school op te zetten. Dus ik heb inmiddels heel wat mensen mogen spreken... over alternatief of in ieder geval vrijer onderwijs. En dat biedt deze tijd ons gelukkig ook. En waar ook een fragment van. Laten we even gaan kijken naar nieuwe scholen. Die zien we dat er waren meer dan 34 aanvragen gedaan. In het primair onderwijs gaat het om 29 aanvragen om een nieuwe school op te richten... Van die 29 aanvragen voor nieuwe scholen zijn er 22 goedgekeurd. Nou, andere initiatieven die trokken zich of terug, konden op te weinig belangstelling van de ouders rekenen... of kregen negatief advies van de inspectie, omdat de te verwachten onderwijskwaliteit dan onvoldoende was. Het is ook niet makkelijk, moet ik zeggen. Want ik heb hier diverse mensen over gesproken. Over het opzetten van bijvoorbeeld een B3-school heb ik heel veel mensen over gehoord. Daar komt toch heel wat bij kijken. Hè? Want je moet inderdaad het goed wegzetten. Uiteindelijk komt die schoolinspectie, onderwijsinspectie kijken. Nou, dan krijg je weer allemaal kanttekeningen waar je aan moet voldoen. Die je moet aanpassen. Dus het is niet heel erg makkelijk. Sommigen hebben zich inderdaad teruggetrokken. Omdat er ook te weinig animo voor is in die regio. Want... heel veel scholen krijgen geen subsidie vanuit de regering, zeg maar. Ja. Dus vanuit de overheid. En in dat geval zullen ze toch zelf een potje moeten gaan creëren. Dat levert op dat ouders een behoorlijke bijdrage moeten doen per kind. Dus dat drukt. Maar de mensen die ik erover heb gesproken, die een B3-school hebben opgezet, die zijn dus echt gaan kijken, wat vinden wij belangrijk? En zo heb ik iemand gesproken over een sociocratische school. Die had dus echt kinderen van 4 tot en met 21... liepen door elkaar, leerden elkaar alles. En op die manier ontwikkel je ook andere vaardigheden... dan alleen maar ik moet zitten achter mijn stoeltje en luisteren. Want een tiener zou bij wijze van een kind van 6 wel kunnen helpen... als het zegt ik wil graag leren lezen en schrijven. Ja. En dan leer je ook weer andere vaardigheden. Sociale vaardigheden. Mm-hmm. Een afscheid van massa-onderwijs. Mm-hmm. Ja, dus dat je een soort verzuiling krijgt. Ja. Ik denk dat voor mij, op basis van mijn ervaring als professor aan de universiteit... vind ik dat de kwaliteit van onderwijs... primair afhangt van de kwaliteit van de band tussen de onderwijzer en de student. De kwaliteit van de menselijke band. Een kind leert iets binnen een menselijke band. Een kind leert iets voor een ander. En als die band er niet is, is een groot deel van de motivatie weg. En ook langs de kant van de leerkracht. Een leerkracht beleeft voldoening aan zijn werk als hij ziet dat hij een effect heeft op de leerling. En als hij voelt hoe er een evolutie is... en dat is denk ik in zeer veel onderwijs nu een probleem... en ook veel van de evaluatiesystemen... zijn zo formeel opgesteld... dat ze precies de menselijke kwaliteit van die band... niet kunnen in rekening brengen en valoriseren. Wat niet meetbaar is, bestaat niet dat idee. Maar dat is de kern van de technocratie natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja. Nou, die scholen gaan allemaal binnenkort van start. Vernieuwen in onderwijs is broodnodig. Dus wij gaan deze ontwikkelingen in de gaten houden. Willemijn, dank je wel voor je bijdrage.